Goedemorgen. Ik zou bijna zeggen trainer Dean Corrie. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ik mag niet klagen. Ja? Nee. Mooi. Zit goed in mijn vel. Oké. We willen u alvast op de eerste plaats bedanken dat we vandaag dit interview met u mogen hebben. En we kennen u natuurlijk vanuit de sportwereld als voetbaltrainer. Maar we hebben gemerkt dus dat u dus nu bezig bent met de promotie van Green Forest of van 93. En we willen graag weten van u, waarom die keuze en hoe komt het dat u zo ver bent gekomen op dit gebied? Nou, ik moet zeggen, Forest 93 is een organisatie wat me voor die tijd al heeft, voordat ik eigenlijk een aantal jaren geleden, toen ik nog bondscoach was, heeft benaderd om ze te ondersteunen. En dat deed ik van harte. En nu daar ik meer tijd om handen heb, ben ik me meer gaan bemoeien in eigenlijk de organisatie zelf. Hè. Dus het echt ook onder handen nemen van dingen om eigenlijk ons mooie forest, 93% bos, te beschermen. En ook mooie projecten te doen. Oké, en de vraag is natuurlijk in hoeverre zal zeker u, want u bent de ambassador, zeg maar een vertegenwoordiger, in hoeverre zal dus datgene wat u als influencer zeg maar probeert mensen ernaartoe te trekken, invloed hebben op zeg maar Green Forest van Suriname? De ontwikkelingen, wat er allemaal gebeurt, weten natuurlijk met zoveel houtkap die er is. In hoeverre denkt u dat invloed zal hebben? Nee, kijk, voor mij is één ding heel belangrijk. En het is belangrijk dat wij moeten weten, als Suriname zijnde, wat we hebben. We moeten weten dat wij het groenste land ter wereld zijn. Ja. Met 93% bos. En ik denk niet dat iedereen dat weet en iedereen dat eigenlijk begrijpt. Daarnaast moeten we ook niet zijn tegen houtkap. Ja. Want het kan een goede inkomen zijn voor Suriname, maar het moet wel gebeuren met beleid. Ja. Je moet niet zomaar willekeurig gaan. We zijn een voorbeeld voor de wereld hoe met Carbon Plus, dat we niet in negatief zijn. Hè. Ja. En dat moeten we ook zo houden. Mm-hmm. Dus voor mij is het heel belangrijk dat we dat weten, dat we het kenbaar maken. En dat als Suriname dat natuurlijk tot ons nemen, dat we daar trots op kunnen zijn. Ja. Ik denk dat we vooral de trotsheid die we moeten kunnen uitstralen naar de wereld toe, moeten we beseffen. Als het gaat om de projecten die ik in Forest 93 doe, dat is op dit moment die scholen, hè, die we aan het bouwen zijn. Ik ben op Abatoppo bezig, zijn wij bezig om een school op te bouwen. We hebben heel mooi mooie donaties gehad vanuit Europa, vanuit mijn verdiende kringen. En we kunnen nu al zeggen dat we met de tweede school in Coruni gaan beginnen met het ophalen van fondsen. Want de eerste school is nagenoeg gerealiseerd in Amatoppel. Oké. Okay. Forest 93 is er een great achter, dus ik zag het ook langskomen dat u bezig bent met het project om dus scholen te bouwen. Dus is de organisatie Forest 93 dus ook bij betrokken? Ja, absoluut. Alles gaat via de stichting. Okay. Het is eigenlijk stichting Green Growth Suriname. Okay. En zij hebben een project daarin wat Forest 93 is. Okay. Dus, en dat spreekt mij zeer aan. Mm-hmm. Om daar iets mee te doen. Okay. Vandaar dat ik dus toen ik naar het binnenland ben gegaan en het dorp heb gezien, de mensen heb gezien, hoe ze één zijn met de natuur. Ja. Met één ding wat ze nog missen was scholing voor de kinderen. Ja. En dat heeft, ik vind dat iedereen daar recht op heeft. Mm-hmm. Dus daar heb ik hem ook voor ingezet. Oké. En hoeveel zal zo'n project kosten? De exacte kosten, ik ga niet over het geld. Maar ik weet wel dat er genoeg is ingezameld. Okay. Om de eerste school in ieder geval te bouwen. Oké. Is ook rekening gehouden met de situatie van leerkrachten, want soms is het heel moeizaam om leerkrachten te krijgen in het binnenland. Nee, absoluut. Alles. Is dat daaraan gedacht? Ja, absoluut. Alles wat wij doen gaat in samenspraak met de overheid.
ministerie van Onderwijs heeft het plan gezien, geaccepteerd. Dus die krijgen gewoon hetzelfde curriculum als in de stad. Okay. Dus het blijft hetzelfde. Oké. Ten aanzien van Green Forest, 93. Ik ga ervan uit dus dat er ook een goede samenwerking is met het ministerie van EU. Hoe staat het daarmee? Zijn er afspraken die er lopende zijn? Hoe is die samenwerking? Nou, zoals ik al zei, ik ben echt puur bezig op het veld. Okay. Ik ben een praktijkman. Okay, okay. Als ik terug ga naar Europa, als ik mijn telefoonboek pak, dan is het voor mij mijn vrienden in mijn kringen bellen, voor funding, fondsen werven. Eigenlijk Forest 93 eigenlijk bekendheid geven voor het feit, voor hetgeen wat we doen. En als het gaat om met overheid dealen, dat laat ik over aan de professionals van de stichting. En wat wilt u nog meer realiseren waarvoor? Nou, het is niet echt dat ik iets wil realiseren, maar ik wil gewoon mijn steentje bijdragen aan iets moois. Ja. En zoals ik al altijd heb gezegd sinds ik de afgelopen 3-4 jaar in Suriname ben, dat we niet moeten onderschatten wat ons land eigenlijk te bieden heeft. Ja. En dat we daar trots op mogen zijn, dat we daar met z'n allen moeten blijven meewerken, ondanks de situatie hoe die is, hè, ongeacht wat er ook, hoeveel negativiteit er ook is in het land, moeten we toch ergens onze trots kwijt kunnen. En dit is een van de dingen die we kunnen vertellen aan de wereld. En dan moeten we met elkaar hopen dat het uiteindelijk de economische situatie in het land vooruit gaat. Okay. Hoe lang bent u trouwens bezig met het project? Met het scholenproject nu ben ik... En Forest 93? Ja, Forest 93 was al als bondscoach, want ze kwamen al bij het team. Okay. Het team was ook Forest 93, die zijn ook eigenlijk ambassadeurs. Ja, nog steeds? Dus, want ze spelen ze individueel zelf. Okay. Zijn ook heel erg betrokken bij het Forest 93 campagne. Ja. Dus, maar ik ben zo een jaar, een klein jaartje ben ik Global Ambassador. Oké, mooi. Tenslotte, wat wilt u hiermee uiteindelijk, u heeft het eigenlijk al een beetje uitgelegd, in grote lijnen, maar wat is toch wel uiteindelijk een doelstelling dat u hebt met dit project, wat u wil gaan bereiken met dit project? Ja, ik persoonlijk zou graag heel veel bekendheid wereldwijd willen geven. Aan Forest 93, dat het gewoon een begrip wordt. Ja. Ik had het eerder gezegd, wij hebben het bos, we hebben de Amazone, we zijn de longen van de wereld, hè? Ja. Zuurstof is hier, wat de wereld moet voeden. Mm-hmm. En als we daar bekendheid aan kunnen geven, wereldwijd op een groot podium, dat zou voor mij het ultieme zijn. Yes, okay. Ik heb natuurlijk ook, je bent sportman, dus we hebben natuurlijk ook wat sportvragen. Ja, dat had ik al verwacht. Ja, u bent geen bondscoach meer natuurlijk. Laat me hiermee wat zeggen. Heeft u naar de wedstrijd gisteren? Ik heb gekeken, uiteraard. Wat vond u ervan? Nou, een hele moeizame eerste helft. Ja. Maar ik was zeer tevreden met de tweede helft, eerlijk te zijn. Ja. Dus er is wel perspectief. Oké. Nadat u bondscoach af was, de hele situatie eromheen wordt er vergaan. Ziet dat u toch wel bezig nog steeds, hoopt dat u nog steeds bezig wordt aan toegegaan is? Nee, niet meer. Okay. Het heeft me wel zeker een half jaar gekost om over de situatie heen te komen. Mm-hmm. Maar dat is gewoon iets waar je mee moet dealen. Ik heb het onderschat om eerlijk te zijn. Ja, hè? Ja. Meestal gaat het wat sneller, hè? Teleurstellingen. Ja, klopt. Maar dit heeft me wel... heeft wel langer geduurd. Ja, okay. Maar goed, het is nu helemaal. Ja, klopt. Ik heb me erin berust en alles is op plaats gegeven. Okay. Dus nu moeten we gewoon vooruitkijken en positief zijn. Oké. En natuurlijk, u is de vraag nu: wat heeft nu dus ambassadeurschap Green Forest 93 te maken met u als een kennende als coach? Ja. Weet u? Betekent dat u hiermee zegt van u stopt er niet meer? Nee. We gaan gewoon door. Ja. Het is alleen, het zijn twee dingen. Ik neem niet alle jobs aan die ik me aangereikt krijg. Okay. Het moet wel naar mijn hart zijn. Het moet wel iets waar ik wel prettig in voel. Ja.
En twee, die jobs zijn niet zo makkelijk voor het oprapen. Ja. Want er moet altijd een trainer ontslagen worden ergens of opstappen dat het aan de trainer een kans krijgt. En dat gebeurt niet zo snel. Dus we moeten een beetje afwachten. Okay. Maar ik sta wel open voor andere jobs. Ja, ja. En zeker voetbal zit in mijn DNA. Dus dat ga ik sowieso niet loslaten. Zijn er aanbiedingen aangekomen? Ja, maar niet degene die ik juist wil. Okay. Dus vandaar, ik ben ook niet zo makkelijk dat ik zeg van dat ik elk job aanneem. Dus, maar laten we hopen dat in de komende periode wat leuks op mijn pad komt. Okay. Maar dat zou nu mijn volgende vraag zijn. Wat wilt u dan? Wilt u op clubniveau of wilt u nationale selectie? Beide. Beide. Ja, maar het gaat om de uitdaging. Ja. En het liefst een... ik ga ervan uit dat die strijd tussen Suriname, internationaal. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik kijk gewoon naar het hoogste niveau. Okay. In verschillende landen, Engeland, Nederland, maar eigenlijk overal ter wereld. Okay. Zoals ik al zei, het moet een uitdaging zijn. Ja, ja. Dit was ook een uitdaging. Dus ik ben iemand die het wel daarvan moet hebben. Het moet een uitdaging zijn dat ik iets voor ogen heb om ergens naartoe te werken. Okay. Gaat u nog ooit als er een beroep op u gedaan wordt? Uw krachten zou willen leveren aan Suriname? Absoluut, zonder twijfel. Okay. Ja, nee, kijk, Suriname zit in mijn bloed. Ja. Dus als er ooit een beroep op mij gedaan moet worden, dan ga ik het sowieso overwegen. Ja. In de juiste situatie en de juiste uitdagingen, dan zeg ik zeker geen nee. Oké, en heeft u nog steeds contact met de spelers die onder u hoeden, onder andere vooral die lokale jongens en ook diaspora natuurlijk, maar vooral voornamelijk die lokale spelers en eventueel coaches waar we misschien wat adviezen geven enzovoort? Nee, ik heb contact met een groot gedeelte van de groep nog steeds, want we hebben toch een aardige band opgebouwd. Okay. En daarnaast, Stan, die wens ik natuurlijk alle geluk van de wereld. Okay. Want hij is een hij heeft een zware taak natuurlijk, hè, voor hem. En we moeten hopen dat Suriname gewoon de draad oppakt en onze rechtmatige plaats inneemt in de wereld van voetbal. Okay. Na het zien van die wedstrijd van gisteren, maakt u zich een beetje zorgen over onze kansen binnen de CONCACAF Nations League gezien de tegenstanders die we mogelijk in onze pool zouden kunnen brengen? Ja, als je ziet, potentiële tegenstanders die we zouden krijgen, die zijn niet mis. Ja. Maar daarentegen zijn wij ook op goed niveau. Ja. Dus natuurlijk maak ik me zorgen. Ja, ik maak me niet zorgen, want dat is voetbal. Ja. Maar het gaat niet makkelijk worden. Ja. Het gaat een zware taak worden. En laten we hopen dat alle neuzen dezelfde richting in zijn. Okay. En dat alle mogelijkheden zijn om die spelers nog de goede voorbereiding te geven voor de komende wedstrijden. Okay. Dan dan is er in hopen dat het klikt. Oké. Wat voor advies als al bondscoach zou je willen geven aan, zeg maar, uw opvolger, trainer? Ja, het is niet aan mij om in het openbaar mijn advies te geven aan een trainer. Als ik hem advies geef, dan bel ik hem gewoon op. Zo is het. Of dan neem ik contact met hem op. Maar het is niet netjes om het zo te doen. Maar één ding is zeker, ik support hem aan alle kanten. En ik hoop gewoon echt dat het een succes wordt. Ja. Want succes voor de training, succes voor Suriname. Ik wil u bedanken, natuurlijk, dat u ons deze gelegenheid hebt gegeven, dat we u mochten interviewen. Ja. Tenslotte, u bent natuurlijk in Suriname, u komt en gaat vaker, u bent bezig met dit project. Natuurlijk, het sportgebied ook nog altijd bezig. Wat is de boodschap die u hebt, zeg maar, voor sporten in Suriname, maar ook Suriname in zijn algemeenheid, zeker gezien deze moeilijke tijden. COVID, waar we zeg maar zoek eens aan een beetje eroverheen komen, weer erin moeten komen. Wat is de boodschap die u hebt om hier te doen? Nou, eigenlijk mijn boodschap alleen zou zijn dat we niet bij de pakken hier moeten gaan zitten. Hè? Maar dat we gewoon positief moeten blijven. En hard samen moeten werken aan een goede toekomst. Al lijkt het nog zo ver en nog zo moeilijk. Ja. Maar positiviteit geeft in ieder geval een beter leven. Ja. En het steentje wat we kunnen bijdragen allemaal. Ik denk dat we dat allemaal moeten gaan proberen en dat moeten gaan doen. Zodat we
hopelijk in de toekomst van een mooi Suriname kunnen genieten. Yes. Dank u wel. Okay. Fijne dag. Yes. Okay.